Goedemiddag allemaal. Heb je een microfoon nodig? Oké. Ik hoop dat jullie vanochtend een hele mooie ochtend hebben gehad. Veel mooie wedstrijden hebben gezien, veel mooie worpen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de mensen aan de zijkant lastig is om verschillende worpen te onderscheiden. Daarom gaan we nu een korte demonstratie doen waarin we verschillende worpen laten zien. We beginnen met een Ippon Stay in the Game. Dat is een schouderworp. En deze worp heet een schouderworp omdat de acties vanuit de schouder komt. En met dezelfde redenering hebben ze ook een heupworp. Dat is ook worst. Als derde hebben we een schoppenworp en dat is een taniotoshi. En nu gaan we het even wat moeilijker allemaal maken. Dit waren vrij eenvoudige worpen. Dus om het wat spannend te maken hebben we nu een kattengroemen. En een weeftechniek genaamd Okuri Ashibarai. En we hebben nog een opwerp, waarom die super spectaculair is, het Urenage. En waar je worp hebt, heb je ook overnames, zoals een T-Guruma. Maar je kan ook de worp ontwijken en dan krijg je een soort van dubbele impulse in de game. Dus die voor allereerst worp die we net zagen, nu twee keer achter elkaar. Wat je nog wel eens bij die kleine kinderen ziet gebeuren, dat hebben jullie ongetwijfeld een paar keer gezien vanochtend, is dat ze allebei tegelijk een Oso Togari maken. En dat ziet er dan een beetje zo uit. En daar gebeurt eigenlijk helemaal niks. Dat is totaal met brood. En op zo'n moment kan je het beste een andere worp maken, zoals een Kali Basan. Voor veel van jullie zal het misschien een beetje snel zijn gegaan. Daarom doen we nu een worp in slow motion. Dat is ook Uchigari. Eigenlijk is het nog veel te snel, dus dat je hem nog veel langzamer kunt doen. Zoals veel van jullie tegenwoordig ook veel dingen contactloos kunnen, zoals contactloos betalen, hebben jullie ook contactloos worden. Tijd. We gaan zo met onze tijd nemen. Even kijken, wat hebben we als laatste. En voor sommigen hoef je je tegenstander niet eens te zien. Daarom hebben we hier nu een geblinddoekte Tom in the Game. En binnen Jiu-Jitsu leer je ook je te verdedigen tegen wapens. Daarom hebben we hier nu drie aanvallen met een wapen. Als eerste hebben we een aanval met een mes. Een aanval met een pistool. En een idioot met een stok. Dat is ook zo wat. Dus er wordt hier wel echt geslaagd.
Dit was de demonstratie. Ik wens je veel plezier met de finales.